Het is mijn hoofd. Denk even aan het afgelopen weekend. De afgelopen week, de afgelopen maand. Daar denk je aan. En dan gaat je tempo omhoog. Want je hebt vast iets te verwerken. Maar dit gaat gewoon super makkelijk. Je hebt heel weekend te verwerken dan. Ja. Nou, tussendoor even kijken of je deeg goed verkneed is. Wat ik ook regelmatig doe is even mijn handen schoonmaken van deeg. De tafel even schoonmaken. Handen, tafel weer vochtig maken. Dan plakt het deeg niet aan mijn handen. Ik pak het op. Ik leg het eens neer. Ik sla het van me af. Dan pak ik hem vanaf de zijkant op. En ik herhaal dat. Als je dat nou een paar keer doet. En wat ik wel eens op televisie heb gezien, dat er een bakker is. Een Robert. Die doet dan ook nog zoiets. Weer een bolletje. En waar ik nou op let, is of die oppervlakte glad begint te worden. Het begint nu al. Met eigenlijk maar een paar minuten te kneden. Als je glad wordt, wordt die ook elastischer. Dan gaat die minder snel breken, zie je? Nu is hij nog niet goed. Nee. Hij mag niet breken. Nou, hij gaat zeker breken hoor, maar ik wil die oppervlakte mooi glad hebben. En nu is hij nog vrij rul. Ja. Maar dat gaan jullie natuurlijk beter krijgen, maar je ziet al dat hij... Het duurt nu veel langer voor die breekt. Ja.